Good day! Het is vandaag. Ik had gisteren de datum verkeerd. Het is vandaag. Ik weet het gewoon niet. De 10e, denk ik. Wacht, let me check. Zaterdag. Zaterdag 10 maart is het. Het is bijna 12:30. Want ik heb lekker uitgeslapen. Ik heb op het gemak ontbeten, krant gelezen. Me mooi gemaakt net. En ik heb dit awesome nieuwe t-shirt aan. Kijk even. Fucking vet, toch? Het is eigenlijk een mannenshirt, maar ik heb hem vet groot gekocht, zodat het een jurk is. Because I like that. And I love deze slippers. Oh, iedere dag als ik wakker word, zal ik blij zijn. Tot nu toe in ieder geval. Wat gaan we doen? Ik ga nu naar de bibliotheek om mijn vlogs te editen. Want ik merk dat ik thuis wil ik de hele tijd alles opruimen en veranderen. Dus we gaan onszelf uit de environment halen en zo ergens anders neerzetten. En gefocust mijn shit doen. Dus dat ga ik doen. En daarna komt Dejan me ophalen om 2:40. Want we gaan een kast ophalen. Yay! Voor op mijn slaapkamer. Zodat ik alles daar weer mooier kan maken en opgeruimd. En alles in de kast kan pleuren. Want op dit moment is mijn... Ik heb altijd het idee een beetje dat mijn huis geen huis is. Maar een beetje gewoon chaos. En ik word er een beetje gek van, dus kijk. Superheroes! What up? Back, hallo! Ik hoop dat je me kan horen, want ik hoor geen kut. And we almost got caught by the police. En ik heb rode wangetjes van de warmte. Zaterdag 10 maart is het. Het is bijna 12:30, want ik heb lekker uitgeslapen. Ik heb op het gemak ontbeten, krant gelezen. Me mooi gemaakt net en ik heb dit awesome nieuwe t-shirt aan. Kijk even, fucking vet toch? Het is eigenlijk een mannenshirt, maar ik heb hem vet groot gekocht, zodat het een jurk is. Because I like that. And I love deze slippers. Oh, iedere dag als ik wakker word, zal ik blij zijn. Tot nu toe in ieder geval. Wat gaan we doen? Ik ga nu naar de bibliotheek om mijn vlogs te editen. Want ik merk dat ik thuis wil ik de hele tijd alles opruimen en veranderen. Dus we gaan onszelf uit de environment halen en zo ergens anders neerzetten. En gefocust mijn shit doen. Dus dat ga ik doen en daarna komt Dejan me ophalen om 2:40. Want we gaan een kast ophalen. Yay! Voor op mijn slaapkamer. Zodat ik alles daar weer mooier kan maken en opgeruimd. En alles in de kast kan pleuren. Want op dit moment is mijn... Ik heb altijd het idee een beetje dat mijn huis geen huis is. Maar een beetje gewoon chaos. En ik word er een beetje gek van. Dus kijk. Dit is dus mijn slaapkamer. Kijk, dit zorgt al voor chaos. Maar vind ik niet zo erg. Maar dit. Kijk, dan heb ik hier een tafeltje met Prolaria. Hier heb ik een poefje wat ik gebruik als tafeltje, omdat ik niks anders heb. Dat ding moet echt vervangen worden trouwens, want het is echt oud. En hier staan allemaal spullen, weet je. Ik word gewoon gek. Gewoon gek. En dan komt dan hier. Hier zo komt een ladekast. Een witte, zodat het matcht. Tenminste is de bedoeling of ik zet die daar en de ladekast daar. Weet ik nog niet helemaal. Maar in ieder geval, het creëert rust, want al die Prolaria gaat erin. Laag het dicht. Al deze kettingen gaan ook in mooie vakjes in die kast. Bam! En dat gaat hopelijk zorgen voor rust. Om te beginnen. En verder wil ik gewoon nog leuke dingen ophangen en zo. Mijn kat zit echt te kijken van... What the fuck are you doing? Dus ik ga nu snel schoenen aandoen en deur uit, want anders wordt het te laat. Oké, doei! Soms denk ik echt dat ik gewoon een fucking reality show nodig heb. Want ik loop dus nu met dit pakket om terug te sturen en ik ben bij het postkantoor en opeens bedenk ik me dat ik de retourbon niet heb uitgeprint. Dus waar gaat hij dan naartoe als ik hem op de post doe? Naar mijn huis. Dus nu moet ik naar een printshop om dat shit ding uit te printen, knippen, erop te gaan plakken en dan te gaan posten. Waarom kan nooit een dag in mijn leven gewoon normaal gaan? I don't know.
heb dus bijna geen moer kunnen doen net in de piep. Echt, zo gaat het altijd bij mij. Ik ben gewoon zo atechnisch. Dus ik heb maar allemaal informatie zitten lezen over iCloud en het hoe ik zit overzet van een fucking iPhone naar een Windows computer. Want iedere keer krijg ik een foutmelding en ik word er helemaal lijp van. Dus ik heb geen vlog geëdit, maar ik heb wel informatie gelezen, maar ik weet nog steeds niet hoe het werkt. Dus ik ben nu iTunes aan het downloaden, maar ja. Nu moet ik alweer gaan omdat ik die afspraak heb met die, voor die kast. Dus het schiet allemaal op, jongens. Het gaat allemaal gestaag. Doe even die tricep.